Bedankt voor het luisteren naar het podcastkanaal van Veghel Fantasy. Op dit kanaal kun je onder andere luisteren naar livestreams zoals de Tweeskins, maar natuurlijk ook de Nederlandstalige uitleg van Dungeons & Dragons, D&D Dutch. Wist jullie trouwens ook dat we een Patreon-account hebben waar je ons kan steunen? Of onszelf op een kop koffie kan trakteren via Ko-Fi? Allemaal leuke dingen, maar voor nu vooral wens ik jullie heel veel luisterplezier. Altijd vloeken als je tegen hoe je met spelen. Goed, hallo iedereen, het is dinsdag en ik zit een keer op een andere plek. Want we hebben daar een andere spelleider. En toen heeft voor ons niet zo'n keer gespeeld, maar je mag nu nog een keertje doen. Nu live. Ja, precies. De volgende opname die komt ook nog een keertje. Hoe doet het? Nou, top. Dus even kijken. Dus ik moest het maar in klaarzetten. Voor de rest ga jij lekker je ding doen. Maar we hebben een nieuwe speler vandaag aan tafel. Hi Janine. Woehoe! Nou, ik heb Janine al wat langer, maar Janine is ook... Jawel. Partner en de moeder van bekend, en die mocht graag meespelen. Ja, ja. Wel eens eerder gezien. Ik weet van de winkelste regiment, dus mijn baat afscheid dat ik verlaten word. Ja, dus, juist. Dat ik dakloos ben. Terecht ook, hè. Maar eens even kijken, we gaan vandaag een rondje doen. Ik weet niet zo goed wat. Ik weet toen ik hier neergezet een paar voorbereidingen waar ik niks mee te maken mocht hebben. Je wist wat de opties waren. Ja. Een paar van de opties. Ja, maar kijk, ik heb hoe. dus ik hoor het daar wel, maar ja, goed, dat is de overkant kijk. Dus ik zal het met Jesse, ik zal het wel niet, dus. Ja, ik ben de nieuwe layover aan het bewonderen. Een nieuwe layover? De layover. Over de hebben video. We een nieuwe layover eigenlijk? Ja, voor vandaag wel. Een specifieke layover. Kijk maar. Nee. Wat een idee. Ja. Dat is toch mooi? Dat is niet mooi. Ik zie de witte er bovenin. Met het kasteel erbij. D&D fanfiction. Erboven. Oké, wacht. Nee. Dat klopt niet. Ik zie dadelijk al wat er gaat gebeuren. Oké. Spotlight. Scooby-Doo episode. We hebben rekening gemaakt dat jij dadelijk Kieren gaat helpen als hij in bed komt, maar ik denk dat ik gewoon alle keren ga doen. Als je langer weg blijft, dan is Kieren gewoon lastig, dan weet hij het alvast. Wij wachten. Oh. Dan is iemand lastig, inderdaad. Ja. Kieren niet slapen, wacht maar. Anders gaan wij allemaal naar Kieren. Precies. Nou, we gaan Harry Potter watch doen blijkbaar. Yeah. Ja, 80% vindt dat leuk. Jij straks ook. Jij ook. Want wij hebben natuurlijk heel veel energie. Je was nog geen even met je aankomst. Ja, precies. Zou je mee beginnen? Goed, eens kijken. Afgelopen zaterdag was ik bij Dogs and Dragons in Rotterdam. Super tof. Ook onze vrienden van... Ziet zien met die baard, ja. Geen woorden, maar draken. Die zijn op bezoek geweest. Superleuke mensen. Die gaan ook een live show daar een keertje doen. Maar dat is toch allemaal moeilijk aangekondigd worden. Maar... check het vooral, leuke live show, dikke weten doen. Super toffe locatie trouwens. Ook hoe de ontvangst alles was echt helemaal de shit. Nogmaals, Colin, diegene wat alles regelt, die bent echt een held. Colin. Dank je. Dus dat. Kijk, ja, goed, we hebben eigenlijk een Zoom-programma met een iets andere, hopelijk plezante afslag. Komende week gaan we weer allemaal dingen uithalen, maar dan is Dave weer terug en ben jij goed salesman is. Sukkels. Ja, nu ben je wel altijd Dave zei, ik was er wel graag bij zijn vanavond trouwens. Ja, maar dat zijn allemaal van die domme excuses van mensen die toch al op vakantie zijn. Ja, maar voor als ik twee, hier is het dit! Oké. Nou goed, er komt nog een nieuwe intro aan, dus die gaan we nu even kijken. En dan ben ik benieuwd of dat ook in dezelfde stijl is wat Jesse ervan gemaakt heeft voor vandaag. Zit je klaar voor? Want je moest meekijken, heeft Jesse nu verteld. Ja. Oké. Het is Oda aan onze nieuwe DM. Maar dan zie je toch hè, dat wij hier bij Vegafancy altijd staan voor uiterst hoge quality content. Ja, voor de mensen die het niet doorhadden, het was een lichte aanpassing op het origineel.
wat het normaal is. Licht vind ik een mooi woord. Nou, voor vandaag hebben wij natuurlijk het een en ander. Kijk, wij snappen, wij dachten, weet je wel, er komen daar zo van die enthousiaste plasjes uit jouw plasbuis. Dus daarom hebben wij gezien het onderwerp toch heel even de een en ander voorbereid voor jou. En om Dave niet te vergeten, hebben wij sowieso jouw karakter ook Davy genoemd. Oké, okay. Dus Dave is wel een beetje bij. Ja, hij is wel een beetje bij. Maar je weet het misschien niet, maar we gaan naar Harry Potter aan het doen. Yeah! Oh. Ik ben een wat? Een warlock. Dat vind je toch cool? Warlock zijn wel cool. Ja. Ja, dat begint leuk, maar dan die regel eronder. Gewoon een huis. Een huisel. David je favoriete ras. Hetzelfde. Ja. En je bent vrij van je meester, ja. Maar je bent niet vrij van je meester. Ja. Wat? Ja. Oh, warlock. Ja, oké. Oké, ik ben de kind of free Dobby. Ja. Ik ben een huiself, dus je focust heel erg op het wassen van de dingen, maar je bent nog nooit een sok. Nog nooit. Alle wasjes die jij gedraaid hebt. Ik vind dat eens een voordeel. En dan, uiteindelijk kruip je in de wasmachine en kom je in een nieuwe wereld. Ja. En daar zijn liggen alles op. Oh, ga alles Wonderland spelen. Te gek. Doen we dat? Was er niet aan? Was een optie? Hebben we niet voor gekozen vandaag. Kak! Oké, goed. Volgende keer misschien. Ik speel mee. Ik ben fysiek aanwezig. Alright. Dan is het denk ik gewoon maar een kwestie van beginnen. Ja, ik ga even beginnen met even een inleiding van de wereld waar we ons nu bevinden. En vervolgens mogen jullie daarna even een voor een jullie karakter voorstellen. Maar, komt-ie. Iedereen in de wereld is bekend met de geweldige Harry Potter boeken. En Rick? Nee, ik ga wel zeggen dat ik het haat omdat ik het geprobeerd heb. Ik heb het niet geprobeerd. Alle films heb ik gekeken. Ik heb eerst de boek nog geprobeerd doorheen te komen. Kijk. Je bent echt een fan dus. Ja. Echt een fanboy. Ik heb niet stoppers afgebroken weggehoord. Je hebt zeker ook een kleine boekje staat ook in zicht in huis. Een kleine boekje wat nog specifiek over zijn werkbal ging. Heb je zeker ook gelezen of niet? Ja, al die... Ja, sport. Dan maak ik het nog enthousiaster voor me. Heb je een sportboekje gelezen, Jesse? Ik kom er bezig met stelen voor en je wel de neus al. Ja. Het maakt het niet beter. Dan kun je lekker vegen. Ik hou wel spoed, maar... Lekker vegen. Maar, ja. Deze top. Harry Potter boeken. Een magische wereld, waarin een jongen en zijn vrienden de magische wereld redden van een vreselijk kwaad. Heer Voldemort. Het had avontuur, een geweldige wereld en tragedie. Maar onze helden hadden aan het einde gewonnen. Dat is de versie die iedereen kent. Iedereen kent dit verhaal. Omdat een bemoeizochtige snul geld wilde verdienen op basis van een tragedie die de magische gemeenschap overkwam. Ze schreef boeken over wat ze las in De Kibbelaar en De Ochtendprofeet. Wat ze hoorde van haar magische vrienden en familie. En ze verzon de rest. Oh, is er wel een roding bij je, dat is fijn. Ik noem geen namen. Ah, oké. Okay. Ja, dat was even snul. Is dat Nederlands voor mensen gewoon? Of snul voor? Dat is een magische term voor mensen die... geboren zijn in een magische familie, maar zelf geen magische krachten hebben. Oh, oké. Maar die worden ja, wel zoil. Weet je dat niet. Maar die krijgen daardoor wel, zeg maar, een beetje een lager plekje. Oké. Okay. Want, hè, als iedereen om je heen iets geweldigs kan en je weet ervan, maar je zit er zelf niet bij. Omdat ze het van al die verschillende bronnen had, had ze daardoor ook een heleboel fout. De weg is weg, Zwijnstein en magie zijn natuurlijk echt, maar ze zijn heel anders dan in de boeken. Er zijn niet alleen heksen en tovenaars, maar ook bards, clerics, druids, sorcerers en warlocks. Ieder heeft zijn sterke en zwakke punten. Hoewel Zwijnstein redelijk accuraat was in de boeken en films, aan de Zwijnstein voor de oorlog, is de school over de jaren veranderd. De grootste verandering zijn de rassen die worden toegelaten. De magische gemeenschap is vooruitgegaan. En laat ook dieren toe, namelijk meer mensen en centaurs, en wezens, namelijk huiselven en kobolden. De tweede grote verandering is de hoeveelheid studenten. Jaar na jaar zijn er te veel aanmeldingen, daarom zijn veranderingen ingelast.
Op een warme zomerdag ontvangen jullie alle vier stuk voor stuk de volgende brief per uil. Geachte kandidaat, we bedanken u voor uw interesse in Zwijnstein. Met trots laat ik u weten dat u bent geselecteerd om deel te nemen aan een kandidatenkamp. Op dit driedaagse kamp op het terrein van Zwijnstein wordt u getest of u geschikt bent om Zwijnstein-student te worden. En het komende jaar kan beginnen met uw studie. Verdere informatie zal spoedig volgen. Zal u spoedig ontvangen. Ik wens u veel succes met uw test. Met vriendelijke groeten, Pomona Stronk, vervangend schoolhoofd. Deze brief hadden jullie stuk voor stuk ontvangen. Hoe reageerde jij op deze brief? Wil je je karakter even verder introduceren? Ik reageerde enthousiast. Maar het was niks vergeleken bij de reactie van mijn ouders. Die waren namelijk door het dolle heen. Dat ik als een van de eerste centauren toegelaten werd. Op Hogwarts. De plek waar die fantastische boekenserie over geschreven was, waar zij zo ontzettend fan van zijn. Ja, en daar hebben ze mij uiteindelijk ook naar vernoemd. Dus mijn naam is Ditchu. Maar ze hebben ook hun achternaam laten veranderen. Dus de hele familie heet van achteren Put your name in the Goblet of Fire! Ja. Ja, ik geef hem toch maar 4,5 van de 8 linea. Afbiniaar. Ja, dus ik maak me klaar en ik ben positief gestemd tot het... Tas in aan het pakken al gelijk. Ja. Goed op. Alright. Nee, dat komt straks pas. Ah. Als volgende. Ik ben Nixie Klover en ik was super enthousiast om een L te ontvangen. Ik kijk vooral uit naar hoe multicultureel dat school is geworden, gezien ik zelf ook van gemixte origine ben. Welke origine is dat? Een merfolk en human combinatie. Alright. Nou ja, ik hoor natuurlijk iets op mijn raam tikken en als ik het openmaak dan... gaat de geur van mijn kamer heel even naar buiten, dus ik maak ook heel snel mijn raam weer dicht. En wanneer ik deze brief lees, ben ik er vooral niet tevreden mee. Want ja, mijn ouders zijn nogal van een hoge klasse. Mijn vader werkt in de bank. Maar ik wil er ook gewoon niks mee te maken hebben. Ik wil gewoon lekker op mijn kamer blijven stinken. Ja, niet te veel moeten doen. Want mijn leven is al zwaar genoeg. Je bent gewoon Kevin. Ja. Op het stinken na. Maar kleiner. Ja. maar met een diepe zucht en waarschijnlijk na wat ongemakkelijke avond tijdens het avondetengesprek met mijn ouders kies ik er dan toch eigenlijk voor dat gaan gemakkelijker is dan het zeuren aan mijn hoofd van mijn ouders. Dus, kijk ik er een beetje naar uit of helemaal? Ja, ik hoop dat ik daar misschien wat meer geaccepteerd ga worden. Maar voor de verderes zie ik het nog een beetje somber in. Maar ja, dat. En de vierde. Oké, wacht. Hij is altijd natuurlijk vrij, toch? Ja. Deze de vrij. Oké. Oké. Nou, dan. Als deze verder dakloze huiself in de vogel ziet en naar de derde weet om het ding te vangen om het op te vreten. want. Meat's back on the menu. Ja, een beetje deeg. Ja, toch, ja. Dan zie ik inderdaad de kaart en is van. Oh, kijk, je bent weer in huis. En dan vertel ik tegen My Precious. Want schijnbaar heb ik een familiar genaamd. My Precious. We hebben hem gemaakt, hè? Ik ben zo gelukkig. ik heb schijnbaar ook een gladiatoren achtergrond. Dus schijnbaar ook echt gevochten voor vreten overal. Dus, ja, ik ben niet bedankloos. En weet je, eerst die bepest, dan heb ik vol in zijn ballen. Maar als het de hoofdmeester is, dan ook. Okay. Dus, ik ga kijken waar Rossum heen moet. Is het trein het verhaal wel echt, of moet ik echt gaan lopen door de heuvels, of ja, de zompige gronden van Engeland? Weet je niet, maar in een vervolgbrief... Nog een vogel! Horen jullie dat er een via-via, dat jullie via een via-via, via een via-via daar gaan komen. Wat een transport... Oh, die haren vuren dingen. Sorry?
Ja, nee, een item dat magisch imbued is met een bestemming. Misschien is het wel een sok. Wellicht een sok. Jee, nog meer dakloos. Maar, uiteindelijk was het zover. Jullie pakten jullie hutkoffer in, namen afscheid van jullie ouders en een via-via stuurden jullie rechtstreeks naar de rand van een meer. Het meer, met aan de andere kant het legendarische Zwijnsteinkasteel. Jullie verschijnen alle vier tegelijkertijd, anderhalve meter van elkaar. Achter jullie zie je een klein dorp aan kleine blokhutjes, waar misschien net één persoon in zou kunnen leven. Tussen blokhutten zien jullie ongeveer 20 andere elfjarigen rondrennen. En voordat jullie een volwassen... Jullie hebben nog geen volwassenen gezien, maar er komt al wel een meisje jullie kant op rennen. En die zegt met een zangerig stemmetje, zegt ze... Hoi, zijn jullie mijn nieuwe klasgenoten? Mijn naam is Avery Atkins. Aangenaam kennis te maken. Aangenaam, Avery. Ik ben Nixie. Nixie, hoi. Ik denk het. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Moeten we niet... Bravo. Daarin? Ja, als jullie inderdaad... ik ben zelf pas een uurtje hier. Maar ja, je moet inderdaad... als je hem wil aanmelden, kun je naar de grotere blokhut. En zo wijst in de tussentijd wijst het dieper de zee van blokhutjes in. En daar kun je aanmelden. Oké. Okay. Gaan we dat doen, denk ik? Ja. Oké, okay, veel succes. Dank ze, rent, je. Ze rent weer enthousiast verder. Ja, heb je een rit nodig, kleintje? Kan je een potje met een naad? Mag. Dan ben ik de volgende. Zo Super Mario. Eerste dice roll van vandaag, hè? 7. Oh, Christian, niet zo. 9 om te raken. Met betoog. Maar heb je wel proberen aan te vallen? Maar nee, dat is zo schattig. Dus, ben je achterop of niet? Nee. Oké. Okay. Dan ren ik vooruit. Je draagt vooruit? Ja. Ik haal met een lange nagel nog wat shit uit mijn oor zo en dan kijk ik dat doe ik zo aan de binnenkant van de jas afsmeren en dan loop ik altijd in een zakje achter het paard aan. Hoe staat de wind? Heb ik gewoon bestaan van op de tekst weer. Daarom ren ik ook al vooruit. Ja. Ja, ik ga niet rennen. Ik loop gewoon die kant op. Ik buiten de lucht. Ik denk dat Nixie gepaste afstand neemt. Richting de knock-up loopt. Ja, goed. Alle vier gaan die kant op. Nixie, de enige volgens mij die zich voor had gesteld. Maar ja, jullie gaan op pad om toegewezen te worden tot een blokhut. Wanneer jullie de eerste volwassenen op dit kamp zien. Een vriendelijk uitziende man in een zwart uniform staat naast de enige blokhut die groter is dan de rest. Met grote letters staat er Zwijnstein kandidatenkamp informatiepunt op dit blokhutje. Wanneer hij jullie ziet, zegt hij met een diepe stem, ah, nieuwe deelnemers. Zijn jullie net aangekomen? Mijn naam is Carter en ik ben de leider van dit kamp. Wat zijn jullie namen? En hij pakt er een groot boek bij. Ik zeg maar tegen zijn, did you? Did you? Yes, ja, ik zie jij hier staan inderdaad. Nixie, yes. Odorous. Check. Davy Skywalker, yes. Ja, jullie mogen allemaal naar blokhut 29, hoog op de heuvel aan de rand van het verboden bos. Jullie spullen zijn er al. Over ongeveer een uur worden jullie geroepen voor jullie eerste test. Dus gebruik die tijd om elkaar beter te leren kennen. Jullie worden beoordeeld als een groep. Dus jullie worden samen toegelaten of afgewezen van Zwijnstein als een kop. Tot zo. Had je nog een vraag? Ik stel mijn handen ook zeg. Is het vuil lopen? Nee hoor. Ja, en je ziet inderdaad, hij wijst wel naar de rand van het bos, maar je ziet inderdaad op deze kaart ook dat het... ja, je moet 8 blokhutjes voorbij lopen en dan kom je eraan. Wat voor test? Er gaan verschillende tests doorstaan. En op basis daarvan weten we of jullie geschikt zijn voor Zwijnstein. Oké. Okay. Ben je nou achterop?
Mark Precious ook. Ja. Nou, ik een hele lelijke kwazit. Zullen we er een Dixie van maken? Een Dixie? Blauw, de kleine vleugels, een beetje, ja. Oh, een Pixie. Ja, ik hoorde een Dixie, ik moest denken aan festivals nu, maar... Nee, nou, ik hoorde geen Dixies, toch? Doxie. Doxie, dank je. Ik heb nog minder gekeken dan Doxie maak ik er dan van. Ik heb een Doxie. Het is geen oranje Bullsbox, maar een paarse. Maar kan vliegen, heeft best wel feisty, dat. Dan zegt hij tussen de oren bovenop, maar op het hoofdje van jou. Ze zegt maar rustig uit. En begint te lopen. Hey, je loopt snel genoeg dat je mij inhaalt. Ja. Ik hou vast in je shirt, je hebt geen manen nemen gaan. Of heb je ook liever goed lang haar? Alleen zonne. Nou, nee. Oké. Okay. Maar ik ga ook niet zo hard dat je per se er vanaf kunt vallen. Ik heb de eerste keer op een van de stuk zuur lezen. Dus, Maak je hetzelfde als uil? Good memories. Ik laat me gewoon ook NH niet gaan of zo. Ziet ze wel als je ze ziet. Ja. Goed. Jullie lopen naar de rand van het kamp. En op een van de laatste blokhutten zien jullie een cijfer 29 naast de deur. Wanneer jullie binnenstappen, zien jullie dat de blokhut veel groter is aan de binnenkant en alles lijkt van hout gemaakt te zijn. Er is een gezamenlijke woonkamer met eethoek en in de haard is een heerlijk vuur. Ieder van jullie heeft zijn eigen slaapkamer en badkamer waar jullie spullen allemaal klaar liggen voor gebruik. Op de eettafel liggen borden, kopjes en bestek voor ieder van jullie. En daar bevinden jullie nu. En de slaapkamers zijn wel apart? Ja, dat is dat ook... 4 slaapkamers. Top. En ieder een eigen badkamertje. Ja, mijn kamer! En ik ren naar een van de kamers. Sluit ook dicht. Zijn er meer dan 4 stoelen? Ja, meer dan 4 stoelen. Ja. Er is bij het vuur is een zithoek en er is aan tafel zijn 4 stoelen. Dan loop ik alvast de badkamer in om mijn spullen vooral allemaal lekker op het bed te gooien. Te dumpen. Ja. En dan ga ik aan tafel zitten. Goed. Aan tafel zitten zie je dat op de borden gegraveerd staat: vertel me wat je wil eten. En op de kopjes staat: vertel me wat je wil drinken. Doritos, nacho cheese en Mountain Dew. Get me! En beide verschijnen. Zou je ook set, als je dat Doritos, nacho cheese kunnen drinken? Pak het in! En heel raar kijk ik aan het begin met mijn Doritos en mijn Mountain Dew. Waarom zou je dat nou maar willen? Goddamme. Ik loop even naar mijn kamer om even zoveel mogelijk ruimte te maken. En ik leg gewoon de matras en alles op de grond, want dat slaapt een stuk prettiger voor mij. En dan ga ik ook aan tafel zitten. En ik... De geur valt je wel op. Dus zeg maar wel dat je eigenlijk een paar keer nog zo van... Weet je, ken je dat als je zeg maar, je weet niet zeker of je prullenbak vies is, maar ergens huis stinkt er iets. Vooralsnog zeg ik er even niks over. Okay. En dan, ik vraag om een glas water. Ook dat verschijnt. En gewoon een lekker vegetarisch maal. Hoi. Hoi. Ik ben er wel nog eens een mensenmaak, denk ik. En een paardenmaak. Ik heb nooit omschreven zien staan. Nee. Is er ooit, ja, dat zou er ooit beschreven zijn. Hoe de inwendige... Ja, het zal er wel 2 moeten uitzien. Misschien kun je herkomen. Dat zijn koeien. Ja, maar als... Want je hebt alleen je torso, zeg maar. Daar zit je maag in. Maar je paardenlichaam zit ook een maag. Ik heb 2 ruggengraten. Eindelijk iemand een monster op mijn ruggengraat. Ik ga voor de vegetarische maanden. Dan zit ik zeep. Mensen en paardenvoer. En een melange aan groente verschijnt op je bord. Ik kijk alleen of mijn spullen inderdaad op de kamer liggen. En daarna ga ik zitten. En ik denk, voor toch wel een vage geur. Dan wil ik graag een pizza met anchovies en zeewater. Nice. Zeewater?
Als in de pizza in je glas gepoord. Als zout. Moet er iets bij eten? Als jij je pizza krijgt, dan denk je, godverdomme, dat steekt. Ja, diep in de zee reken ze dat allemaal niet. Ik ben mensen ergens een mijn gezicht aan het begraven, die nachos. En mijn nachos? Ik wil ook nachos. Hij had ook bij me besteld. Dus, Noxious was het? Ja. Waar kom je vandaan? Uit het huis van mijn ouders. Oké. En waar staat dat huis? In een straat. En hoe heet die straat? Icon Dali. Oké. Dat is niet Icon Dali. Dat ken ik niet. Die ligt er tegenover. Is dat hier in de buurt? Ik heb geen idee. Oh. Ik werd hier naartoe. Oké. Maar. Hoe heet de stad? Ben je traag van begrip? Hoe heet de stad waarin je woont? Lindenboomheuvel. Ik heb hier een grap gewend. Oh ja, daar heb ik wel eens, van gehoord, geloof ik. Ja. Niet waar. En dan ga ik verder met eten. En als Noxjes ook verder gaat met eten, dan probeer ik heel zachtjes naar hem te kijken en onder de tafel een hoef naar hem toe te wijzen en dan fluister ik heel zachtjes. Ben je het toevoegen of schoonmaken? Schoonmaken. Ah. Dat kan. Hoe ben jij? Ik voelt je volgens mij ook in deze... Ik ben niet zo goed. Ik ben maar een schoon, dus je mag kiezen wat je schoongemaakt hebt. Maar je merkt dat de geur heel even... Een derde. Dus een general area. Dus nat de nippel. Het probleem is dat wanneer jij naar mij bent aan het kijken, dat jij naar mijn kleren kijkt en denkt, kleren ze draaien gewoon vrij normaal uit. Maar ergens... Je voelt ze ineens ook 100 gram lichter. Ja. Oh, ik moet wel meer eten. Ja, ja. Heb je broek gescheten of wat? Nee. Heb je een bordje voor toch? Maar waar kom jij nou vandaan? Ik vind het mooi dat ik serieus neem in de camera. Ja, ja, my god. Ik ben in ieder geval niet schuldig voor de antwoord. Wat moet je eigenlijk voorstellen? Ik heb het idee dat er ergens iemand getwijfeld heeft. Ik heb nooit een centaur gezien. Een wat? Een centaur. Nee, die wonen schijnbaar volgens jou bij mij in de buurt, toch? Nooit gezien. Ik kom sowieso niet vaak bij. Ik leef ook meer in het bos. We komen eigenlijk alleen in de steden wanneer het echt nodig is. Daarom. Waarom moet je in een bos? Een bos is veel mooier om in te wonen. Nee, dan kun je helemaal niet gamen. Gamen? Ja, spelletjes spelen. Als verstoppertje, een tikkertje. En jullie? Oké. En jij? Wat en ik? Waar kom jij vandaan? En ik neem een pizzapunt. Ik proef en ik... Oh, maar best lekker. Een Mountain Dew. Ja. Ik wist het. Ik wist het. Een oudste versie, die heb ik in de Mountain Dew. Nee. Oh, dat smaakt best wel lekker. Dat, Ik kom uit een klein dorpje in het zuiden, bij de Clips. Maar voornamelijk in Treuzels. Clips, Stoper, Gitaasoos. Nee, wist het. Oké. En ja, oké. Okay. Ik ben normaal niet zo vaak in gezelschap van mensen, dus... Nou ja, hoe bevalt het? Ongemakkelijk, als ik verwacht had. En best. Ja, het wordt makkelijker met de tijd. Ja, meestal als mensen een tijdje bij me zijn, gaan ze vanzelf weg. Dus. En jij hebt gevraagd wat we daar moeten doen, of niet? Ja. Maar misschien moeten we aan hem vragen. Ik weet niet welk gedeelte het is, maar hij is hem niet voorgesteld. Oh. Dat is Davy.
Ja, maar waar komt hij vandaan? Davy heeft een beetje een agressieprobleem. Voor de rest is hij heel schattig. Send op psycholoog. Nu scrabblewoord. Ja. Maar is goed, vertel Davy. Waar kom jij vandaan? Ik heb geen huis. Top. Het is een elf jaar. Maar je bent een huiself. Ja. Huh? Maar je bent een huiself. Nee? Maar, ja, maar je bent wel elf. Ja. Zonder huis. Ja. Ben je dan een... ben je wel huiself geweest? Ik kreeg wat en werd er buiten geschopt. En dan was buiten. Oh. Toch even outgame, wij zijn elf toch? Wij waren ook elf. Op schaal van 10. Ja. Ik zeg ja op allebei. Ja. Hij is een elf en een elf. En ik ben je 22. Nou. Hoogstandje, hè? Nu al. Ja. Mijn vader zegt dat ik straks een sociale situatie ben, maar... Nou, nu we het hele, eindelijk het verhaal van Davy gehoord hebben, hoe Davy geworden is, wie die is, ben ik heel benieuwd. Vertelden ze jou net wat we dadelijk moeten gaan doen? Een aantal testen en we falen of slagen als groep. Oké. Okay. Dus we moeten weer samenwerken. Ja, en ons best doen. Oké. Okay. Dus wat, waar zijn jullie goed in? Ik ben heel snel. Ik stap van mijn stoel. Ze staan. Hij hoort toen. Het stinkt zo erg dat je Constitution Syndrome maakt. Iedereen is bijna helemaal aan het vallen. Poison spray. 7, hè? Ja. 11. Kijk, wat is mijn D4? Mag ik met druidkracht... Je krijgt 2 schade. Mag ik met druidkracht dit windje een andere kant op laten? Zeker. Maar je krijgt geen 2 schade. Maar je hebt wel even zo dat je zo'n vliesjes op je ogen krijgt. Ze brandt even mijn neus. Zeg, hier ben ik goed in. Ik heb ook zo'n trucjes. En okay. Ik heb... My precious! Oké. En hebben jullie allemaal een toverstok gekocht? Gemaakt? Nee. Moet je een stok? Ik heb er één gemaakt. Ik heb die van mijn vader gekregen. Oh, en ik ga naar Haag toe, hoorie! Van het beste hout bij ons uit het bos. Hij is paulistiek. Oh. Je hebt gewoon een stok van de straat gepakt. Ja. En... Dat werkt. Kijk. Heb je normaal... Je moet hier leren, toch? Je hebt hem nog niet getest. Ik moet hier leren, toch? Ja. Dus nee! Oké, Davy, wees heel eerlijk nu. heb jij iemand bestolen? Nee. Dit kan weer opbrengen. Oké. Okay. Ja, ik had nog een oude kaastwistel onder mijn bed liggen. Dus ik probeerde erin te bijten, maar schijnbaar is dat de toverstaf van mijn opa geweest. Dus ja. Er zit nog gewoon zo de Doritos poeder overheen. Ja. En jij? Heb jij een stok? Ja. We zijn naar... Oost-Europa geweest. Om hem speciaal te laten maken. Van zeewier en een haar van mijn oma. Oh. Fancy smancy. Ja. Dus we weten dat jij goed bent in defense, zullen we maar zeggen. Ja, ik kan mensen op afstand houden. Ik kan mensen goed overtuigen. Ik kan ook zo'n ding wat hij hier heeft, ik kan ook zoiets soortgelijks maken. Voor mij blijft het niet zo lang als die van hem. Oké. Okay. Maar die kan ons eventueel helpen. Dus, Oké. Okay. En... Had je nou verteld dat je een mer-ik bent? Ja, in de intro. Maar niet tegen ons. Nee. Oké. Okay. Je hebt human features op het moment, toch? Op het moment wel, ja. Oké. Okay. En is er nog iets waar jij, wat jij goed kunt? Ik kan goed zwaar.
hou van sterren. Wat je goed kunt, ik hou van de sterren. En zij houden van mij. Er is heel veel mis in de sterren. Ja, of een nacht is. Wat? Zijn de sterren is een nacht. En dan zegt dan dat het ja. Dan zegt mijn vader dat ik iedere moet echt beginnen. Niet naar buiten. Nou, ik mis niks buiten. Nee. En, ja, Davy, heb jij nog uitzonderlijke talenten? Of je... Hoe heet Doxy. Het? My precious. My precious. Wat kan my precious? Wat doet my precious? Waarom is my precious? Is my precious ook een student? Hij gaat altijd mee als ik ergens toe ga. En ook, ik kan hem ook oproepen als je weggaat. Dat is cool. Oh, oké. Okay. En ik flikker hem weer eraan. Open raam trouwens. Oké. Okay. Ja, dat is goed. Nog een keer. Dus als er... Ja, nou, het is vast handig. Oké. Okay. Maar kijk, ik heb ook andere tovertrucjes, maar die zijn misschien niet goed binnen huis. Ja. Ja, ik wil even naar het raam lopen en anders even naar buiten. Om te kijken of ik ergens iets kan spotten of er iets voorbereid wordt voor wat mogelijk een test gaat zijn straks. Oké. Een perception chips zou dat dan denk ik zijn. 11. 11. Het volledige terrein, je kan, jullie zitten hier dus in een hoekje bij het bos. Verder zie je de leek en daarachter het kasteel. Maar tussen hier en ver weg zie je niet heel veel dat opvalt. Okay. Geen landmarks die zouden zijn toegevoegd of geen arena of niks in die trant. Oké. Okay. Zijn er andere mensen buiten? Kinderen rennen rond, ja. Wij zijn hier nog geen uur aan. We moesten een uur ontmelden. Nee, dan een beetje groep. Okay. Ik wil ons met een aantal random buurten me voorstellen en dan vragen of zij weten wat er gaat gebeuren. Om te kijken of ik iets kan achterhalen. Je ziet inderdaad een meisje langs rennen, ja. Zeg ik, hey! Hey meisje! hoe heet jij? Ben je ook nu hier? Nog geen naam, maar... Hoi, ja, ik ben Denise. En jij gaat ook nu naar school hier? Ja, we zijn er al sinds... wat eerder dan de meeste groep hier, inderdaad. Oké, als jullie hebben al een tijdje hier kunnen rondkijken. Ja, ik denk nou zo'n 2,5 uur. Oh, oké. Okay. Weet jij misschien wat er straks gaat gebeuren? Nou ja, wij hebben onze eerste challenge al gehad. En het enige wat ik erover mag vertellen is dat je dan dadelijk wordt je naar het strand geroepen. En dan moet je daar de trap af en naar binnen. En daar is je eerste challenge. Maar verder mag ik er niks over vertellen. Oké. Okay. Kan ik al naar die plek daar waar zij naar wees? Je ziet niks wat je tegenhoudt. Oké, okay, zeg ik. Dankjewel Denise. Tot misschien tot op school. Ja. En dan ren ik naar die plek aan het strand waar ik schijnbaar ergens naar binnen kan. Mm-hmm. Om te kijken of ik als ik het zie liggen, of ik dan al zie wat het is. Ja. Je ziet inderdaad weer die Carter, die docent die jullie eerder je blokhut hebben gewezen. Heeft gewezen. Die staat naast een trap in het strandzand, de grond in. En daar wijst hij ook net een ander clubje van vier. Die wenst hij succes en stuurt hij naar binnen. Oké. Okay. En zie ik iets aan de ingang, de poort? Nee, het is echt een rechthoekig gat in de grond met traptreden die dieper de grond in leiden. Oké, that's it. Oké. Okay. Zijn hier ook andere mensen gewoon random aan het rondlopen? Ja, meer kinderen. Meer. Oké, okay, nou dan probeer ik iets dichterbij te komen nog. Ja, zeker. Nee, maar ja, bedoel, als ik als enige hier rondloop, dan ga ik ook niet zo... Nee, precies. Als je het op die manier vraagt, sorry. Carter, die staat wel naast dit luik te wachten totdat waarschijnlijk dit groepje naar buiten komt. Oké. Okay.
Ik, tijdens dat hij dat bezig is, kijk ik jullie twee aan, want wij zitten nog steeds aan tafel in mijn. Ik heb een derde bordnachtje besteld, ik ben helemaal koud. Dus ik wil jullie wel wat vragen. Ik weet dat ik soms schijnbaar een beetje ruik, maar ik wil niet dat jullie mijn stinkje doen, alsjeblieft. Oké. Okay. Dankjewel. Wat een raar paard trouwens. Centaur. Paard. Nee, een deelmaag. Daarom is hij ook snel. Maar bij jou is het ook nog steeds niet duidelijk wat je bent. Je zegt huiself, maar je hebt geen huis. Ja, precies. Hij is een paard. Centaur. En jij bent elf. Ja, elf. Wat wil je dat we je wel noemen? Odorous is prima. Wij noemen je Noxious, toch? Ja, maar dat is mijn achternaam. Oh. Dat klinkt niet vriendelijk. Ja, dat is mijn vader met de achternaam. Dat dus, nee. Ja, wat heb je liever dan? Gewoon Odorous. Oké, okay. Odorous. Of jullie kunnen hem ook mijn Gable Tag noemen. Chatbot 13 Dark Straight. Maar dat is eigenlijk alleen maar voor mijn echte gaming friends. Chatboy 13 lager streep. Ja, maar noem maar gewoon Odorous. Is wel makkelijk. Ja. Yes. Wij in de tussentijd doen of wachten we tot... We hebben nog ongeveer een half uur. Santa Paar terug is. Maar Odorous, mag ik een keer? Zeker, zeker. En ik schuif mijn Doritos en mijn hart nee, met zeewater. Zeewater? Ja. Probeer. Ik dip mijn Doritos met een anchovies erop in het zeewater. En ik eet het op en ik denk... Zat. Los van elkaar kan ik het niet begrijpen, maar... Met elkaar zie ik wel een... verbinding. Ik ben zo bang voor de pauze next volgende week. Die is terug, alsjeblieft, Dave. Oh. Ja. Hier, blik anchovies. Susteroming. Wat is lekkerder? Bergdouw of... Maar... We nee, moeten eigenlijk samen zijn, toch? Dus die maand tot hij dat je snel mogelijk terug is. Ja, we kunnen ook zeggen dat we hem gewoon kwijt zijn geraakt. Dat we met de drieën waren. Dat betekent toch niet samen? Moeten we hem toch gaan zoeken dan? Ja, ik kon hem zoeken. Okay. Maar als je terugkomt, dan wees hem weg. Heb jij daar nog gedaan? Ik wil nog heel even naar Carter. Mm-hmm. En vragen, jij bent docent hier op school? Ja, klopt. Wat geef je precies? Ik geef. ik heb een Nederlands even niet op. Mag ik dat kan ik al deed. Transfiguration. Dank je. Transfiguratie. Ja. So, oh, dat is. Nou ja, dan kan ik hier misschien ook nog een keer iets. Ik hoop jullie veel bij te kunnen gaan brengen. Ja, nou dan tot. Tot dadelijk, denk ik. Ja, ik zal jullie groep vanzelf dadelijk omroepen. Oké. Okay. En dan ga ik terug naar de tent. Huisje. Locket. En ik zal even mijn precious hebben laten vliegen om hem te zoeken. Want als hij terugkomt, is hij weg. Dus ik laat mijn precious gewoon rondrennen. Kon vliegen trouwens. Niet flying misschien. Vliegen, ja. Ja. Kom nog zien. En jullie komen inderdaad, die komen elkaar tegen. Ja, mijn precious praat niet, dus die gaat gewoon op de hoeven zitten. En wijst naar de deur. Je wordt teruggewezen naar de rest van je groep. Ja. We moeten dadelijk naar het strand, heb ik al gezien. Top, maar okay. Kwamen ze ons toch vertellen wat we moesten doen. Maar dan is het dus misschien zwemmen? Maar, strand? Zwemmen? Ja, ik kan wel zwemmen. Hoe laat is het, denk ik? Kunnen jullie zwemmen? Laten we zeggen dat het nog 20 minuutjes zou gaan duren. Voordat jullie... hoe laat is het op de dag? Oh, midden van de dag. 2 uur. Dus we hebben geen vloed, toch? Als het nee, maar er is een soort van gat in het zand met een trap en daar moeten we in. Dus we gaan echt een soort van... Oh. Dus liever geen vloed, toch? Het is een meer. Geen zee. Weet je dat niet zo? Nee. Of ben je ook een Duitse huiself? Dat als ik een meer zeg, dat je dan denkt dat het een zee is. En dan moet de zee zeggen, dus dan is het een meer. Oké. Okay. Oké, okay, niet verdrinken is mooi. Ik kan een beetje water tappelen, maar... Ik kan het je wel leren. Ik haat water. Maar kun je zwemmen? Geen idee. Les voor 2. Mijn ouders hebben een keer in het bad geduwd. Kun jij zwemmen? Leeft nog steeds. Ja, zwemmen.
Ik ben heel erg verbaasd naar je onderlijf, hoe dat... Ja, het ziet er misschien niet heel, gestroomlijnd uit. Maar ik kan ook echt best wel snel zwemmen. Ja, dat kun ik wel zwemmen. Is dat alle dieren met veel moeten kunnen zwemmen? Nee. Echt? Kunnen baby's zwemmen? Ja. Niet heel lang al, maar je vliegt drinken. Ja, maar ze borrelen, dan kunnen ze zwemmen. Daarna probeer je te zwemmen, dan moet je ze drinken. Maar, oké. Okay. Stompbaar. Maar als je niet kunt zwemmen, moet je misschien dan wel even achterop. Op haar. Ja. Jullie alle twee, toch? Jij gaat mij neerzetten. Ja, maar als jullie verschrinken, kun je jullie alle twee kan dragen. Ik kijk al of ik al überhaupt wil. Misschien hoef ik helemaal niet te zwemmen. Ja, daarom. Ja, ik kon niks zien namelijk. We willen dat er een gat is en dan moeten we in. Oké. Okay. Nou. Moet je iets meenemen of alleen stop? Ik denk als je je toverstaf hebt. Ja, iets anders zou ik niet weten. Mooi, ik heb niet veel meer. Ik zou hem doorstaan. Je hebt klaar zitten. Ready, go. Even. We moesten nog 10 minuutjes wachten, maar op een gegeven moment horen jullie een luide stem zeggen: oké, kinderen, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Kom naar de rand van het meer voor jullie eerste uitdaging. Let's go! Kwam die in ons hoofd? Nee, het kwam van overal. Zeg maar. Oh, maar je ziet geen spiegels of zo gaan. Dolby Digital. Dolby Digital? Doe met een multimedia magnaat. Ja, dan gaan we naar het. Het gaat er nu op. Kom op, schiet op, we willen niet te laat zijn. Once was a hole in the ground. Ja, jij kent de weg al, dus jullie zijn er al snel. Aankomend bij het meer zien jullie Carter wachten naast een trappengat in het strand. Hier beneden gaat jullie eerste uitdaging plaatsvinden. Wees voorzichtig en succes. En wat moeten we daar aan doen? Gaan jullie vanzelf bij achterkomen. Dat is deel van de uitdaging. Oké. Okay. En ik wandel. Strompel. Die slent. Ik ga gewoon in de trap af. Ah, dat kan ook. Was hij er dan eigenlijk? Ja. Ja, ik loop mee naar beneden. Nadat jullie de trap zijn afgedaald en een deur door zijn, komen jullie in een hele hoge, driehoekige ruimte. Ja. Driehoekige ruimte. De deur gaat achter jullie dicht en een standbeeld van een das die naast de deur stond springt tot leven, gaat voor de deur staan en verstijft weer. Jullie zien dat de das een gat in zijn borst heeft in de vorm van een ruit. Naast de deur hangen een aantal bezemstelen aan de muur. Aan de andere kant van de ruimte zien jullie een enorme bergtrol met daarachter een kleine plank met een geel kristal daarop. De bergtrol brult en gaat agressief voor het kristal staan. Rol voor initiatief. Jullie mogen de minis allemaal in die hoek zetten. Twee kleintjes voorop, die ging als eerste naar binnen. Roll for initiatief. Oh, sweet. Sweet. Wat is je rol? 10. 10. Dat is allemaal straight. Dex erbij. Dan 15. 15. 19. 14. 13. Davy is eerst. Moeten we dat oogdingetje hebben? Lijkt me redelijk logisch dit. Sluit het erin! Waar ben je? Dat gele ding. En hij wordt onzichtbaar. Nice. Oh. Ruit, toch? Een ruit voor met kristal, inderdaad. Oh, zakje, dat is weg. Zet de trucjes. En die grote krijg je mee. Kijk ja. Naar voren toe. Even kijken nou. Die kan ik goed zeggen wat hij nu niet doet, dat scheelt. Dus daar gaat die. Dat is wel lief. Hoe ver kan die? 40 feet. Nice.
Dus... 1, 2, 3, 4. Oh, ik kan nog verder. Ik ga het gewoon langs de muur af zo. De volgende beurt probeert hij erin te gaan. Oké. Okay. En ik ga... Ik doe... Ik heb het over 6. En dan krijg je allemaal... magische velden om mij heen. Als ik voor een Armor of Agathis ga. Terwijl ik... Ik heb het klaarstaan. Ik ga wel heel stoer naar hem kijken. En dat is mijn beurt. De troll zet een stap naar voren, maar blijft daar defensieve houding aan nemen en is vooral een linebacker, zeg maar. Dus we hebben een stare-off nu? Ja. Nou, nice. En vervolgens is Magnixi. Oké. Okay. Kill him with fire. Kan hem hebben. Ja, dat pakken. En ik gebruik mijn toverstok om een tangle te casten. Ja. Ding? Een area? Ja. Ja, in die rode tas daar. Daar liggen al mijn areas in. Nee, de mijn reistas. Zal ik even kijken? In de grote bak. Een beetje oranje. Ja, ik wil hem zo hebben dat we zeg maar allemaal onder de grote ring kunnen lopen zonder dat we zelf in de triangle moeten komen. Juist. Deze ding wil ik. Ja, het scheelt als mijn passage vliegt. Oké. Nice. Dus je hebt geen last van je entangle. Ja, lekker weer de muur op. En het is een hoge ruimte. Maar dit is pas plak. Chill. Moet je loshalen. Die zijn gewoon zo nieuw dat ze nog geen paspak zijn, dus je kunt gewoon elkaar halen. Prima. Ja, cirkel. Hoe groot is die? 20 feet. Diameter of? Square. Dus 4x4 toch? Oh. Ja. Is gewoon 4x4 wakjes, dat is prima. Ja, oké. Dus dat is gewoon in principe waar de troll staat. Oké. Waar de troll staat, plus een vakje extra dan. Oké. Ja, nice. Spammies! Ja, man. wil je nog iets anders doen in de beurt? Blijf je daar staan? Wil je nog een plan bespreken? Ik denk dat we die edelsteen... Oh, de das heeft een ruitje. En de gele ding is ook een ruitje. Correct. Heb ik zo. Jij was heel snel, toch? Ja. Ik kan in totaal 50 feet in één beurt als ik wil. Een dashje. 100 feet. Maar dan mag ik hem niet pakken, denk ik. Als het gewoon een item pakken... Dat is natuurlijk de vraag of dat zo is. Maar oké. Maar ben ik al aan de beurt? Nou, niks is odorous. Ik had niet zo heel goed bedoeld aan. Nee. Ja, het is oké. Ik ga voor hem staan. Ik zie. Wat weet ik? Weet ik iets over dit soort wezens dingen? In videogames die zeg je. Wat wil je erover weten? Lekker paralyse. Nee, ik wil hem graag afleiden, dus ik wil graag weten of hij houdt van eten of meer bezig is met als mensen heel snel bewegen. Of... Je mag een nature of insight check rollen. Nature check. 16. Deze jongen is groot, lomp en ziet een oog in zijn gedrag nogal dom. Hij strompelt, hij moet het echt hebben van zijn brute kracht. En hij ziet eruit alsof hij gewoon zeg maar, echt een vleeseter is en op die manier ook overleeft. Door gewoon alles wat hij ziet te knuppelen, te hameren en op te eten. Nee, maar ik moet drinken een beetje als Davy. Maar dat is goed. Word jij ook zo groot? Ik vraag, moet ik meer eten? Kijk hem aan en als afleiding zeg ik tegen hem, jij lust vast een stukje en ik verander in een koe. Nice. Wat, Chip? Yep. Is dat een kung fu koe? Ja, ik presenteer mijn mooie eiers en mijn zachte vlees. Zeg maar neer. En ik probeer hem op die manier af te leiden. Oké.
slechte spreek. Ja, kom erin aan. Nice. Ja. Alright. Beste Billy ooit. Ja, did you? Kennen wij de spels, al die we kennen? Ja. Oké. Okay. Cool. En ik heb al goed geoefend thuis. Uiteraard. Dus wat ik doe... Ik weet niet hoeveel heen. ...is... Voor de mensen thuis, het zijn allemaal level 3 spelkasten. Ah ja. De visibility duurt gewoon tot een uur, hè? Ik geloof het wel, ja. Ja, oké. Okay. Tenzij je aanval of... Nee, ja, precies. Dan cast ik invisibility op mezelf. Mm-hmm. En dan ren, of dan dash ik. Nee, dat mag natuurlijk niet meer. Nee. Maar dan ren ik 40 feet. Ja. Even kijken of ik bonusactie, AC bonus. Kan ik dat Bladesong nou nog doen? Want ik ben natuurlijk wel invisible. Ah, is dat een bonus action? Bonus actie. En dan krijg je nog eens 10 feet erbij. Gebeurt. Ja. Bleaching or wizard for the win. Ja, dan kom ik net twee vakjes verder. Het is geen attack en het is geen spel. Dus... Nee, laten we dat niet doen. Nee, gewoon zo ver mogelijk buiten op me. Dus ja? Ja. Dat is dan mijn beurt. Oké. Okay. Davy. Nou, mijn passions. Vliegt langs de muur af en komt als goed bij het gym dingetje. Ja. Kan hij die gewoon lospakken of moet hij iets doen? Die red temmetje. Ja, wacht. Met die moving is dat echt easy peasy. Ja. Hij lijkt hem niet van het plankje te krijgen. Oké. Okay. Even kijken. Oh ja, leuk. Ik blijf degene boos aankijken, mm-hmm. terwijl ik een unseen servant oproep. Ja? Yeah. Die gaat helpen. Nice. Want jij ziet het ook dat hij aan het struggle is? Jij kan door zijn ogen even kijken, toch? Weet ik niet, kun je dat? Ja, hij is gewoon vaak familiar, dus... Oké, ja. Dan mag jij een arcana checken. Oké. Als je wilt. Voor wat er speelt. 18. Mijn 18, ziet het er niet uit als een zwaar object of wat dan ook, maar dat hij als familiar of überhaupt niet, ja, alsof hij niet in staat, dat hij gewoon niet in staat is om deze op te pakken. Ah, oké. Okay. Alsof hij niet voor hem bestemd zou zijn. Oké, weet je, spot ik de Unseen Servant cast me? Sorry? Weet je, ja, 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 okay. Want daarom vroeg ik nog even door. Oké. Okay. Tikkelum. Dan kast ik sleep. Op. De big guy. Gok ik zo. Alle pakjes op de big guy. Ja. Op mezelf, zodat ik gewoon. Vijftien. Hij heeft meer dan 15 hitpoints. Dus oké. Okay. Hij valt niet in slaap. Moet eens zien. Pas. En. Ik blijf zo aankijken. Kom dan. Kom dan, jongen. Ik sta daar prima. Heel goed. Ja, dan is de rol. Die ziet die plant om hem heen. Ik moest daar ook een strength save maken. Ah, of je restrain is, ja. Ja. En dan in zijn beurt, als hij wel op strength is, mag ik er nog weer eentje om te kijken. Ja, maar dan de eerste rol is plus strength, zei je? Ja. En 19. Dat is goed. Maar dan kan hij, is het difficult terrain of zoiets, ja. Hè? Ja. Dan stapt hij hier in ieder geval uit. En dan rol ik. Als ik. Ja, ik rol even om te kijken welke kant hij eruit loopt. Want hij loopt er dan met moeite uit. En ik rol er één. Dus ik loop die kant op. En gaat hier dan buiten dit gebied blijven staan, verdedigend en kijkend naar. Scenario. Die twee zijn nog steeds al. Die voor jou is nog steeds onzichtbaar, hè? Check. En jij bent ook nog steeds onzichtbaar. Dus. Dat ding is ook onzichtbaar. Leuk. Ja, dat is niks hier. Ik ken het, ja. Het zal lekker ongemakkelijk zijn. Nee. ik kan niet uitkijken, dus hij zit er gewoon in de weg.
You okay? Die koe. Ja. Wat af! Ben ik ben heel benieuwd wat zijn plan ook is nou. Ja, om afleiden of zo. Ik doe een sexy dance. Zeker. Cast guidance op de koe. De uildans. Ja. Yeah. Guidance op de koe. Op Odorus dus. Ja. Yeah. Op Odorus en uiers. Ja. Milk cannon. Of was het Pokémon? Helaas. Of was het Pokémon Gold en Silver? Roadout. Oh nee! Iedereen doet. Gewoon om voorbereid te zijn, er zal dadelijk wat gaan gebeuren. En dan gebruik ik een bonusactie voor Starry Form. Die wil je preparen? Nee, die gebruik ik. Wat houdt het in? In principe geef ik één Wild Shape op. Mm-hmm. En begint mijn lichaam te groeien alsof ik een ster ben. Mm-hmm. En dan verschijnt een constellation op mijn lichaam. En laat ik dan zeggen dat ik. Archer, ja. Heb je echt gewoon Sailor Moon gemaakt? Het is geen maan, het is een ster. Oh, er waren echt zo'n kopieën van die meiden, toch? Dit is gewoon. Kijk, op mij, man, zie je wel. Sailor Star, Sailor Staan. Ja, Sailor en dan Planet. Komt er op een gegeven moment ook nog Chibi Sailor, en dat is zeg maar die dokter. Nou, dat is niet wel. Nerd! Zoals iedereen hier. Ja. Niet? En dan ook nog vroeger kijken in het Duits, zodat de Duits kan. In het Duits? Sorry. Want anders kreeg je niet op de bij, hoor. Ja, die, op de Duits kwam die gewoon niet vaker dan op de Nederlands. Ja, juist. Check het al, cashphrase ook in het Duits. Ja, nou dat niet meer. Maar okay. Het programma leek heel agressief. Ik hoorde een nasynchronisatie al zo. Met Dragon Ball en het Duits. Oh, dat geloof ik. Jullie nee. Odorous. Zie ik dat mijn geweldige fancy schmancy eigenlijk wat zijn gefocust op mij houden of maakt het niet uit? Niet je bent nou wel de grootste en meest opvallende in zich, dus hij focust zich wel op jou, ja. Maar het lijkt wel afwachtend alsof hij niet verder uit zijn gebied wil komen. Ja, had jij guidance op mij gekast? Ja. Als ik zie dat dat niet meteen natuurlijk... Zo lui als ik ben, iets oplevert, verander ik terug. Dan kijk ik hem aan en zeg ik... Als jij nou die edelsteen van mij pakt, dan regel ik wat te eten van jou. Dan wil ik hem graag overhalen. Je doet suggestion ook, doe je persuasion? Persuasion. Suggestion level is wel. Ja, mag je een persuasion horen? Met een guinoise. Ja. Met een elf rolt hij nog eens een keer jouw kant op en nee, zeg maar, lijkt zijn reactie. Dat was mij de beurt. Alright, Rup. Nou, Odorous is dit you. Ik loop door Tot aan het kristal. Ja, kun je en dan maar. Probeer ik het kristal te pakken. Ja, je voelt eerst even iets in de weg zitten, iets onzichtbaars. Dat probeer ik zachtjes aan de kant te duwen. Dus ik probeer hem geen damage te doen. Maar je legt je hand op het kristal en je kan hem gewoon oppakken. Oké. Okay. En je hebt nog feet over, denk ik. Nice, ja, dan ga ik terug en dan dash ik nog, want dan... Ja? Dus dan heb ik in totaal, ik heb dan nou, ik kwam vandaar. Maar kun je dan over hier komen? Ja, ik wil zeggen, net niet helemaal terug inderdaad. Ja. Blade Singers for the win. Ja. Zoiets. Oh nee! Verdwijnen items die jij vastpakt als je al onzichtbaar bent? Alles wat ik draag wel. Droeg? Wearing of carrying, ja. Maar ook ja, maar als je nieuwe dingen pakt? Nee. Dat is up for debate. Ja, dat staat er niet bij. Dat staat as long as it's on the target's person. Maar dat wordt niet... And who is the master debater? Dat ben jij, sir. Dus ja, dat is up to you. Dan ziet de rest een gloeiend kristal terugbewegen richting de deur. Zie je, even gepakt! Alsof ik mijn. Kijk wat ik heb gedaan! Ja. Zie je, ik zei dat ik hem zou pakken met de precious. Ja. Maar dat paard gaat zijn dat hij het heeft gedaan. Met dat kristal. Ik geef het ook al licht of zo.
Goeie. Davy. Reageert de big guy op het lopende kristal? Nee. Hij reageert op het geheel nog steeds op mensen die voor hem staan. Hij lijkt daar niet van zijn doen van door. Oké. Okay. Er was geen verdere deur in deze ruimte, toch wel? Geen verdere deur, nee. Twee pilaren, hoge driehoekige ruimte. Wel een dichtbijere deur. De deur waar je uitkwam en de bezemstelen bij de deur. Broom, broom. Monkey in the car. Ik ga naar de bezemstelen toe. Mm-hmm. En, ja goed, ik neem maar de verhalen waarop wel ken, dus ik zou moeten kunnen vliegen met dingen, toch? Ga op zit erop, hotcheck! En je hebt inderdaad nu een, met die bezemstelen een flight speed van 40 feet. En ik ga gewoon hoog in de lucht even kijken of die wat doet. Dan zeg je dat je in ieder geval de grond afkomt, maar dan is je movement... Oh. Ja. Maar omdat dit al je movement was, kom je even van de grond. Maar ja, dan vertrek je in ieder geval. Kijk. Of is dat ook gelijk je dash? Ga je ook gelijk dashen? Nee, goed. Ja, ik ga gewoon de lucht in, maar nog niet voor de rest wat. Okay. Wat er gebeurt, niet veel. En we hebben kristal doorgepakt, want mijn buddy was fantastisch. Uiteraard. Goed team, dus het scheelt de rest. Die ook waarschijnlijk goed terugkomt trouwens. Die zou waarschijnlijk het kristal volgen en hem mag vandaan gaan, zo gezegd. Ja, heel goed. Check. En dan in vol. En die blijft hier, hij blijft hier verdedigend staan. Hij lijkt een hele specifieke taak te hebben en die is hem niet verstoord. Dus Nixie is weer aan de beurt. Ik voel Jesse nu. Zeg je, is hij niet verstoord of heeft hij het nog niet doorgehad? Dat is de vraag. Ik ga in ieder geval zo staan dat ik voor het gele kristalletje sta. En zodat de fonkeling daarvan niet opvalt in mijn eigen zelf. Alright. Ja, dan geef je de beurt door aan Odorous. Odorous, denk ik. Ik zie het vliegende edelsteen. En ik probeer het over te nemen en in de deur te plaatsen. Laat je die afpakken? Als de Kung Fu koe een pak, dan... Het is geen kan. Het is geen koe meer, oké. Okay. Dan ja. Oké, okay, dus ik pak hem en ik zet hem aan de deur. En... Fireball. Ja. Als je het komt. Na het plaatsen van een kristal in de borst van de das, horen jullie de stem van een oude man door de ruimte echoen. Samen zijn we net zo sterk als hoe zwak we zijn als we verdeeld zijn. Daarna stapt de das opzij en gaat de deur open. Je hebt denk ik nog wat feet over. Ga je maar dus gaan die over. Ja, dan naar buiten. Jij bent naar buiten. Is het vast van het ja, en dan mag je daar blijven van. Davy? We mogen schijnbaar door, hè, dus. I'm stealing a broom! Jij mikt hem op de deur en... Je hebt dat geluid van een broem en Harry Potter, wat is het? Het geluid doe je zelf, toch? Zou iedereen van mij cheers? I am the keep, I make the whoosh noise. Nee, hij is David Skywalker. Ja, ik kan het verder niet nadenken. Maar de eerste was... Jetfires. Dan loop ik ook naar buiten. Door, Odorous. Jij was al buiten. Did you? Als ik zie dat iedereen veilig... Ik heb jou geskipt. Ja, dat maar niet. Als ik zie dat iedereen veilig naar buiten gelopen is, dan zet ik mijn invisibility uit. Alright. Dan knipoog ik naar het rol en dan loop ik naar buiten. Alright. Carter staat buiten op jullie te wachten. Ha! Jullie deden het heel goed. Jullie volgende uitdaging is morgen pas. Dus jullie hebben de rest van de dag voor jezelf. Ik roep jullie morgen rond 10 uur voor je tweede test in de ochtend. Maar na 10 uur vanavond gaan de lichten uit. Dus mogen jullie je blokhut ook niet meer verlaten. Daarna komt, zie jullie ook Avery langskomen rennen en ze vraagt... Gefeliciteerd, hoe ging het? Wee. Met voeten boven. Ik ben niet op mijn let. Met z'n handen in de zak zeggen we dus, nou mijn kleren op mijn bed leggen vond ik toch straks lastiger. Oh, damn.
Nou ja, dan is jullie groep er goed van afgekomen. Wij zijn er niet zonder kleerscheuren van afgekomen in ieder geval. Zo cool. Je hebt ook wel al het harde werk gedaan natuurlijk, hè. Hey, wie heeft de deur opengemaakt? En het was zijn beest die heel stil. Wat heb jij? Je bent onzichtbaar geworden. We hebben jou niet meer gezien. Ik troost mezelf met de gedachte dat Carl hopelijk wel door heeft gehad wat er gebeurd is. Maar... Je wordt er toch wel niet vertrouwd. Kijk. Ik ben... Hebben jullie gezien wat zij aan het doen was? Wij hebben haar gezien, in de fik zowat. Sta ik zo nog steeds van de 14 minuten. Mag dat licht wel dadelijk een keertje dimmen? Nee. Het knippelt een keer zo gewoon. Sorry, het spijt me. Het was alleen heel erg fel. Je was echt oogverblindend. Het is niet zonder kleerscheuren. Zijn jullie nu wel oké? Okay? Jawel, achteraf wel. Ja, allemaal een beetje kleerscheuren gelukkig. Niet één iemand, een heleboel. Dus, als team zijn we er doorheen gekomen. Maar ja, heb je jullie in ieder geval makkelijk afgegaan. In ieder geval deze hierboven. Oei! Volgens mij is dit de eerste keer dat we bezig zijn. Ja. Ik ben benieuwd of die weet hoe die moet stoppen. Ja, kom. Dat wordt van zijn eerste zwemles. Ik wens jullie in ieder geval veel succes en succes morgen ook weer. Ja, joh, heb jij de opdracht van morgen al gedaan? Nee, volgens mij heeft iedereen morgen de volgende test pas. Hey, zullen Denk we niet afspreken als jij al iets weet of als wij al iets weten dat we dat maken? Ik ga vertellen. Je ziet het inderdaad even zo. Even knipoog. Ja. Uh-oh. Dat is maar een chance bij Randy Avery. En dan loopt ze weg en zwaait ze nog een keer naar achter. Maar... Staat niet in de goede wind, dat scheelt. Misschien is het wel precies haar vibe. En ik draai me naar jullie en ik zeg, ik ga dat eigenlijk niet vertellen wat wij hebben gedaan. Alright, wat wil jullie groep de rest van de avond doen? Nou, als ik één om te komen, de hoofd het water te doen. Uit wapperen. Nee, het is gewoon dat je bezig uit wapperen bent, terwijl de zand uit moet. Ja. Zwemles? Ja. Toch? Ja, ja. Nee. Mag ik Jan bezig doen? Ik heb eigenlijk wat. Nee. Ik heb ook wat voor je. Een kaart wel. Zandbrieven. Krabbelen. Ja, je wilt pizza in Mountain Dew. Nee, die is toch te recent. Te recent doen. Op een gegeven moment doe ik zo, nee. Heb je al eens een keer frambozen gekocht? Deze was zo lekker. Nee? Lekker. Nee, ik ook niet. Nou, dan ga ik wel in het blokkutje zitten. Dan moet ik sprompelen aan mijn blokkutje. Nou, ik ga wel met de rest mee naar het water. Het is bezig om gewoon in het water te stop. Het is geen paddel, toch? Dus ik moet... Dan. Hoe ziet de cutscene eruit, zeg maar, van dit van de zwemles? Moet zijn bezem stil vasthouden, houdt eruit. Opnieuw op het water of nog. Als we... Kun je een bezem stil onder water maken? Ik ga helemaal met nadden droog zijn. Zo zou van zo'n scuba scooter zo. Nou, waarschijnlijk is het gewoon steeds een half movement, zoals de meeste underwater dingen zijn. Maar nu niet. Nu komt er een giant squid aan die iets over. Hoe heet zo'n ding? Zo'n onderwater. Ja, een scuba iets. Een scuboat. Onderwater scooter, maar dat is een specifieke naam. Ja, doe. Ja. Het zou me niks verrassen als die misschien. Dat is ook een toeter was. Nederlands kerel. Ja, ben ik heel. Wanneer ben ik in de. Midden op Athletics, die maand is best wel moeite kost voordat ik het door heb. En hier ben ik af en toe tot mijn pasjes. Ja,
Maar dat ding opbrengen. Je kon al water trappelen, zei je. Dus, Ja, maar nu met stokken. Stok los is goed. Zo, en dan eerst je beentjes bewegen. Hè? Dat, dat. In het shadow end. Alright. Okay. Als jij moe bent en op het strand zit, dan ga ik een beetje. Maar dan snel. Alright. Verander je dan ook in een merform? Ja. Oké. Okay. Dus bij deze hebben jullie dat gezien. Hebben we het voor deze, voor nu even, voor je backstory, hebben we het een beetje gehomebrewed. Dat je twee minis hebt die je kan. Hoe heet die serie met die zeemerminnen die als ze water aanraken? Twilight. Age of Tomorrow. No, Clear! The water! Die. Nee, ik ken het niet aan. Dat ken ik dan wel echt. 3 graden waar ze met zich af te. Nora! Ja, na een hoop. Kevin drinkt gewoon nooit karakter. Kevin blijft de hele zomer zo denken. Ik heb ook eens vet erin gespeeld en half gedrinken. Begin het ook te schemen. Wat doen jullie zeg maar in jullie avondplanning? Is mijn uitschillers rond? Uiteraard. Nou, ik ben wel benieuwd naar wat Nixie allemaal nog meer kan. Ik heb je al zien zwemmen. Ik heb je zien gloeien. Dat ze van sterren hield, heeft ze ook gezegd al. Ja, nou ja, houden van sterren en dit zijn wel twee compleet verschillende dingen. Nou, mijn moeders familie navigeert bij de sterren, dus alles in de hemel is nogal belangrijk. Oké. Okay. Dus, dat heb ik thuis aan. Oké. Okay. En het gloeien, wat doet dat nog meer? Ligt eraan wat ik wil dat het doet. Want... Welke keuze heb je dan? Kan er sterrenpijlen mee afschieten? Of... Wat? Iemands wonden verzachten? Dat is handig. Dat is ook handig. Hadden we ze verdriet? Niet verdriet. Niet verdriet. Oké. Goed. Ik kan... Dus ik kan er wonden mee verzachten. Geen domheid meer. Maar... Ja. Maar ik... Adem onder water, dus dat drinken is niet echt een optie voor mij. Ja, maar iemand anders relatief drinkt, wilde ik. Ja, dat kan ik wel. Oké. En als ik klim, kan ik eventueel ook kiezen om andere spreuken te versterken. Cool. Op een letterlijk concentration tip. Vet. Maar jullie houden toch ook van sterren? Niet op deze manier dan? Nou, wij gebruiken de sterren ook om te navigeren en ik heb het gevoel alsof ze soms ook tegen ons praten, zeg maar. Ze vertellen ons het, ze laten ons de waarde van het leven zien, maar daadwerkelijk de kracht uit de sterren halen heb ik volgens mij nog nooit gedaan. Oké. Ja goed, ik weet dat ik dit vanaf mijn 8e kan en dat had iets met de planeten van doen. Weet ik niet, mijn oma is toch al heel goed in. Ze praat nogal veel en dan let ik nog heel veel. En nu dat ik 11 ben, was er iets met 146 andere manen in ons zonnestelsel. Oké. Okay. Maar ja, dus 1. Toen werd mijn ster begon wat helder. Hoeveel? 146. Dit is alleen de ene die je kunt zien. Het is bijna 10 uur aan. Vanuit je kamer de deur. En ik wil weer terug naar binnen. Nee, ik ga wel even de deur open. Dat is trouwens hoor. De Doritos poeder. Ja, ik ga even terug in de Chateau Lounge of wat dan ook. Beetje in de lucht. Ik lamp in. Chateau Lounge. Ja, weet dat. Dat is een stoel. Dat heet dat. Een Chelange. Een Chelange. Nee, weet ik veel. Dat weet ik iedereen, denk ik. Ja. Maar jullie kunnen ontdekt wel worden. Hij wel, ik niet. Oh. Waarom zag ik jou niet? Ik dacht dat jij op het schip was. Nee, zijn verwijderde miauw. Die zag hem, jij was in de... Ja, mijn ouders zijn
groot fan van de boeken van over de school. Dus mijn hele leven zijn ze me aan het voorbereiden geweest op hier naartoe gaan. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hier dus ben, want anders was het wel ongemakkelijk geweest. Dus ja. Had je anders geweten dat, want mij kwam een smakelijke vogel kwam. Wat zeg jij? Had je anders geweten als je niet was selectief? Die kreeg ik dat smaakvolle vogeldingetje dat langs kwam. Er kwam een uil een brief brengen. Ja. Had je het geweten als het niet gekomen was? Hebben wij hetzelfde meegemaakt? Een uil kwam een brief brengen. Ja, die vogel. Er kwam... Oké, ik snap wel. ja, daardoor weet ik dat ik nu misschien aangenomen word. Maar daarvoor was het nog niet zeker dat ik aangenomen zou worden. Maar voor mijn ouders zou het wel heel belangrijk zijn dat zo is. Mijn oma hoopte dat ik geen brief zou krijgen. Maar mijn vader en moeder waren heel blij. Het is 10:00 en aangezien we als groep moeten functioneren, is misschien gezellig als jullie naar binnen te komen. Horen jullie ook iets in de vechten? Naar binnen komen? Oh, we staan ook buiten. Ja, ik sta er bij. Ja, laten we maar naar binnen gaan. Oké. Okay. Je ziet zeker al 3 zakken, lege zakken zo. En dat brengt een stuk van de nacht, denk ik. Ook ja. Laat avond eten. Ja, je zit in ieder geval allemaal nog even lekker na de tafel. Het is blijkbaar al 10:00 geweest. Tegen dat jullie uitgegeten zijn, is het alweer 11:00. En horen jullie een geklop op de deur? Ja, daar ga ik. Ja. Je wordt nog een keer een geklop op de deur. Ja! Ik loop naar de deur. Niet open doen voor vrienden, hè? Zijn mijn vader. Maar we kennen letterlijk 3 mensen hier. Ja, dus niet openmaken. Ik kan via het raam kijken, toch? Ik kijk even via... Is er een raam naast de deur? Ja. Dan kijk ik even via het raam erbij. Dan zie je... Ja. Je ziet dan Avery weer met een rode rugzak en een zwarte kap op haar hoofd. Een zwart gekleed, zwarte kap. Avery? Zie je een beetje sneaky ook om zich heen kijken? Dan doe ik snel de deur op een kier open. Dan zeg ik... Hey, je mag je hut niet uit. Nee, klopt. Maar wat ik vanmiddag al zei... wij vonden de taken, deze eerste taak al best lastig. Dus we weten niet hoe de rest zal gaan. Maar ik vroeg me af... willen jullie misschien mee op onderzoek in de grote blokhut? Want als we erachter komen wat de andere uitdagingen zijn... dan weet ik zeker dat we... lekker op Schweinstein kunnen bemachtigen. Gaan jullie mee? Dat is ons niet gevraagd, hè. Ik heb net mijn bord gelegen, ik heb een volle maag. Ja, jij zei zelf nog als ik iets wist over de taken dat we het gaan delen. We kunnen nu exact komen. Ja, maar als jij nu gaat en jij komt erachter, kun je het mij vertellen. Dat kan. Dat is natuurlijk wel een grote kans van slagen als we... Roep niet mee zo'n stoel. Met meer... Eigenlijk trek nog een keer extra aan die hendel doen. Maar als je niet mee durft, is het ook goed. Oeh. Wat wel. Gaan jullie? Je gaat er gewoon mee. Noxious. Ja, maar het mag niet. Dat is tegen ons gezegd. 10:00 ga je naar binnen. Nou, zo te zien hebben mijn teamleden ook een goed woordje hierover te zeggen. My precious, Afka. Hij heeft geen brief gekregen, toch? Nee. Want jouw pap en mama vinden het zielig. Jou is het zielig, ik ben dakloos. Dus hij is prima. Jij ook trouwens. Mijn vader werkt in de bank. Nee. Ja, maar even toch niet. Als jij gepakt wordt, is het toch minder erg? Nee. Nou ja, want dan mag je terug naar huis. Dit is de eerste keer zeg maar dat ik ergens ben waar mensen misschien toch een beetje normaal tegen me doen, dus ja. Maar, Oris, kon jij niet ook zo'n doxy-vriendje maken? Ja, maar die van mij blijft stilstaan. Die slaat een beetje om zich heen. Ik kan dat 2 meer sturen trouwens.
dan moet Evrie er nog van. Ik kan. Ik kan in ieder geval. Dus als jullie hier nog willen blijven spreken, vind ik het prima. Ik ga vast die kant op. Ik kan het niet wagen om straks weggestuurd te worden. Dat kan ik echt niet maken. Maar, hey. Ik kan je wel invisible maken. Dat zou helpen. Ik ben ook wel weer invisible. De quest gaat er naartoe. De anti-service gaat er naartoe. Oké, ik maak Avery invisible. Nice. En als dat gebeurt, kan hij ons komen halen voor hulp als het helemaal misgaat. Oké. Ik raap een steen op van buiten de deur en cast daar opkoude op. Dan was het gedrukt van de dominee. Nice. Onzichtbaar met opkoude en twee onzichtbare. Dat is ook nog zo. Correct? Ja. En in principe kan en de squad. Vet. Want dat staat letterlijk, hè, centered on a point within range. Maar okay. Er staat niet dat dat point niet is. Ja, precies. Wat is de range? 20 feet. Dus je gaat uiteindelijk wel verder weg dan dat. Ja, maar als een van de familiars er meedraagt, dan zou je daar kunnen achter. Ja, maar moet je niet je concentration binnen range houden? Doe je. Wat is 120 feet? Oh, dat. Oké. Okay. Nee, dan kom je een heel eind in ieder geval. Staat op deze kaart. En ja, dan is het in ieder geval tot daar. Ja, dan staat er bij components. Staat er naast. Naast Ray. Oh ja, naast Duration is daar een C. Ja, dat is concentration. Maar jullie vier blijven binnen. Ja. Heel goed. Dat is even te denken. Jullie ze vertrekken het veld met twee onzichtbare hulpjes. Ze is zelf onzichtbaar en met een fuckload dan. Ja. Dus jij hebt gezegd, als er iets aan de hand is, komt die guy ons halen, toch? Ja. Ja. En zit je ook mee te kijken? Of als je... Ik kan me 100 feet meekijken, hè, dus. Zo, wat kun je? Ik kan me 100 feet meekijken, dus. Waarschijnlijk zie ik ook weer het raam, hoor. Ja, je ziet een fuckload die kant op moeven. Dus ik kan, ja, het heeft geen zin waarschijnlijk. Ik wil best meekijken, maar na 100 feet verbreekt die verbinding. Dus. Ja, precies. Het was maar 8 hutten verderop, toch? Ja, dus in dat van deze rand zitten jullie en daar is die andere. Oh, dan kan ik wel meespieken. Dus al die andere hutjes zo'n fallcloud zien bewegen, zo denk ik. Je ziet wel heel veel fog vooraf. Kleiner dan van binnen. Zodat dus de evenwicht hield en de misgaat, dan merk je het ook dus. En je ziet er in de. Eerst even bij die. Maar wacht, wat zie je dan? Oké. Je ziet heel veel fog eerst. Op een gegeven moment uit de fog zie jij dat huis verschijnen. Dan zie je er even wat. Je hoort wat voorbereidingen, zeg maar. Wat geklengel. Even is bij het huis. Vervolgens hoor je een luide klap en vliegt de deur open van daar binnen. Daar zie jij midden. Heel veel opslagzooi, zeg maar, emmers, weet ik het wat allemaal, maar ook dweilen en zo. Maar ook vier emmers met verschillende kleuren kristallen, zoals de gele die jullie vanmiddag zagen. Zijn ze bij het opslag ook, maar er zijn vier kristallen? Vier emmers met daarin vier verschillende kleuren kristallen. Ja. Vier verschillende kristallen? Geel zoals vanmiddag. Maar je ziet ook blauwe, groene en paarse. Blauw, groen, paars, geel. Neem ze mee. En, je hoort niet als ik dat zeg. Vervolgens kan je een paar stappen gezet worden en een alarm afgaan. Zie je er een aantal kristallen, zeg maar, in een rode rugzak verdwijnen. En, ze heeft ze gejat. En zit hij op de schouder? Of hoe gaat hij mee, zeg maar? Vooral als gezellig, denk ik. Want die Avery weet, hoe weet hij wat Avery doet of niet, zeg maar, waar ze nu is? Ja, hij is er gewoon bij, dus hij is samen als de service helemaal meegelopen. Als het onzichtbaar is? Je kunt elkaar niet zien als je invisible bent, hè? Als je alle... Oh, precies. Dat is niet alleen de voorwerpen omhoog gaan. Ja, precies. Was het alarm, horen wij dat ook buiten de? Ja. Zie alarm! En je hoort wat stappen nog. En vervolgens zie je niks meer bewegen als uit die ogen. Oké. Okay. Is de volgende ergens? Ja, die is nog daar. Heeft je misschien achter die lijkt stationair. Oké. Okay. Dan gaat er een commando de anti-servant blokkeert de deur. En die andere volgt dan de wolk.
Die walk blijft. Als je het steen gewoon laat liggen, zo gezegd. Lijkt het op. Dan komt de kwast terug naar huis toe. Dat zag je ook? Dat je terug gaat naar huis? Ja, kijk, ik kom terug. Ik kom terug. Dan laat ik dan ook de walk out. Ik ben krap met mijn chips, handen door mijn haar en ik zeg, zeg toch. Hij heeft ze wel gepakt. Ja. Alsof dat niet opvalt. Maar goed, als wij er een paar krijgen, is altijd handig. Ja, dat merken we zo wel. En ik ga me nu zitten wachten. Mijn invisibility duurt in principe een uur. Mm-hmm. Maar als zij aanvalt of iets dergelijks, iets doet, ja. Een spel, whatever, dan valt dat weg. Mm-hmm. Is de invisibility nog aan? Ja, denk het. Oké. Okay. Ik hou hem gewoon... Nog die concentration nodig zijn. Ik hou hem gewoon aan zolang ik kan. Mm-hmm. En ik let erop of ik hem voel wegvallen of niet. Ja, en na een kwartiertje voel je hem wegvallen. Oké. Okay. Dan, nou ja, aangezien er toch een alarm was, ga ik nog eens naar buiten door de ruit kijken. Of ik iets zie gebeuren, iets zie bewegen. Het begint donker te worden. Het is lastig te zien. Het is verder weg. Zie niemand uit de hutjes naar buiten gaan om te kijken wat er aan de hand is? Nou ja, überhaupt zo ver zien, okay. Zou al lastig zijn. Oké. Okay. Top. Ja, dus dan wachten we gewoon. Dan wacht ik gewoon. Ja, ik weet niet zo goed op waarop. Het was 11 uur. Hoe lang wacht je, zeg maar? Zodra je dat zegt, gooi je langzaam zo. ik denk nog wel zeker nog wel een half uur. In dat half uur gebeurt er niks. Oké, dan ga ik nog maar slapen en dan. Ik lig bij de deur wat wel aanklopt. Ik ga gewoon naar buiten. Maar hoe is een kussen? Want ik heb nu een kussen. Super chill. Dit is een rond. Oh, even drie rondjes draaien eerst. Ja. En de volgende dag worden jullie uitgerust wakker. En hopelijk zijn jullie klaar voor de twee uitdagingen van vandaag. En misschien is dat na de pauze in de tijd. Kan. Ja. Ja. Dat mooi gedaan. Dus, terwijl we ons klaarmaken voor dag 2, gaan we de pauze in. Dan heb je plassen, eten, drinken, etc. Klasse eten. Ik word ik wakker. Ja. Dan ga ik even echte Doritos voor je zijn. Of pepernoten. Goed, dames en heren, tot zo. Het pauzescherm komt eraan als je daarvoor een keuze gevonden hebt. Ja. Tot zo. Doei. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en graag tot een volgende keer. Wij gaan ondertussen hard aan de slag met bijvoorbeeld onze projecten binnen en buiten het onderwijs met het avonturen handboek. Als je daar trouwens nieuwsgierig naar bent, of even andere dingen die we doen, kijk dan op www.vechelfantasy.com. Daar zijn trouwens ook hulpmiddelen voor Dungeons & Dragons 5th Edition te vinden, die je tegen je eigen sessies kan gebruiken.